Damn, nu zit dat al loading in mijn hoofd. What have you done? We zijn al begonnen en ja, we zijn al begonnen en het is al om zeven. Dus het ligt nu aan mij of is het trager dan anders? Nee, dat is omdat ik dat versnel. Je kunt dat 75 zetten. Eén keer versneld, kan ik. En dit is normaal. Dit is iets sneller dan normaal. Ja, maar gewoon puur 50 is een beetje. Dat is veel te traag. Ja. Ik zal even de spelers anders introduceren. Wat denk je daar? Want hier zo helemaal links van onder hebben we Lord Wouters. De bijnaam voor Casper. Ja, en aan de andere kant hebben we Vincent. Ja, ook allebei Huns. Want ze mochten zelf offensief kiezen, dus het is Huns geworden. Wat een verrassing. En de map is Random Land map. En het is uiteindelijk Oasis geworden. Ja. Dat houdt gewoon in dat er bos is in het midden. Ja, en je kunt eigenlijk best langs twee kanten wallen. In het beste geval. Als het goed wallable is, of in principe is dat eigenlijk bij beide spelers over. Is waar Casper niet. Ja, je eerste lumbercamp zet je ook licht in de midden-oasis, omdat daar het meeste hout is. Casper heeft hier wel een rare kap in zijn bosformatie. Ja? Dat is omdat ik dan tegen ze zo vergelijkt met Vincent. Die heeft hier een gigantisch oppervlak. Plat. Ja. Wat makkelijk is. En tegen Casper die ja. Een inham. Als hem hier wilt hout nemen, dat is een gigantische afstand. Ja, en de eerste bol wordt nu alert. Oeh, ook met de tuincentrale is altijd gevaarlijk. Oeh, die loopt terug. Oeh, dat is raar. Ik zou er dan wel op gaan. Die liep terug. Ook al werd die aangevallen. Zou er iets mee te maken hebben met de tuincentrale? Ah, dat kan. Ik heb het nog nooit gehad, dus. Nee, want ja, dat was reus in de wacht geweest. Ik val, joh. Deftige loer. Een beetje ver omdat hij is teruggelopen. Maar dat zie je niet noodzakelijk aankomen. Aan de andere kant hebben we een iets beter geslagen door. Casper is ook al in zijn tweede aan het blurren. Ja. Direct daarna. Dat is aangeraden rond 175. Oh, maar dit. Oh. Oh ja, het is wel een goede lure, dus. Ja, maar niet terug te lopen. Ja. Zoals zo bij rottend vlees is het ook waarschijnlijk best aangeraden om gewoon te nemen wat je net hebt geloofd. Niet meer echt zoveel geven om die 50 minuten dat daar nog rond zit. Nou, voor dat 50 zou ik nog twee vils erop zetten of zo, maar voor al de rest op die andere boor zitten. Ja. Maar je moet eens kijken naar die resources, die goud en zo, hoe die liggen. Dat is misschien wel belangrijk voor het verloop. Nee, gewoon de goudmijnen en de de locaties. Ja. Ja. Maar Casper heeft een. Vrij forward, vind ik, persoonlijk. Ja. Het is vooral niet echt verdedigbaar, omdat hij zo plat is en enorm open. Maar. Het kan makkelijk geraid worden. Ja, maar hij kan hier ook wel vrij eenvoudig wallen. Hij heeft hier een prachtige wall. Hier, ik moet het zien. Kan hier wallen en dan. Is ook best doenbaar. Oh, Vincent is schapen aan het nemen. Ah, dat zien we graag. Oh, maar ja, ga dat dan wel helemaal mee doen, hè? Ja, ja. De laatste heeft hem niet gevonden. Dat is mooi. Dat is mooi meenomen. Ik weet niet of hij dat gemerkt had. Ik vermoed van niet. Nee, Casper was hier nog nooit geweest. Wat eigenlijk best gewaagd is. Niet zo ver te gaan in de schaal. Hij had zijn twee boards natuurlijk wel gevonden. Maar ik zal altijd mijn schapen ook eerst. Tenminste, zes schapen heb dat ik toch een basic resources heb. Als je er twee minder hebt, dan kun ik nog mee leven, denk ik. Maar. Vincent is iets vroeger naar de feudal age gegaan. Op. Wel een groot villager verschil. Tegen 26 hop is inderdaad. Vrij significant. Is Vincent zijn barracks al aan het bouwen?
Yep, net omhoog gegaan. Misschien ook zijn resources in bekijken. Zijn gold mines en stone mines. Gold. Zijn tweede gold is like in the middle of nowhere. Zijn eerste gold is heel makkelijk van achter. Ja, die is veel beter dan dat van Wouter. Dan en Casper. Op zich, als hem niet walt, dan kunnen altijd toch wel sneaky scouts of zo langs hier komen. Heb je dan ook nog de hele advantage? Ik weet niet of dat super relevant gaat zijn, maar het ligt in elk geval veel makkelijker om te verdedigen dan bij Casper. Mm-hmm. Die heel is enkel lastig voor als je later een towncenter wilt zetten. Dat bijna onmogelijk is. Hè. Ja. Maar voor de rest, niet echt problemen. Op deze kant is nog wel plat genoeg. Dicht genoeg bij het goud en dan nog op het hout. Mm-hmm. Dat valt nog wel mee. Vincent gaat voor archer ranges, dat is interessant. Gezien dat ze... Huns meestal voor scouts gaan. Ja, aangezien dat we scouts verwachten. Ja, Casper gaat inderdaad voor scouts. Dan, wie gaat hier nu het beste uitkomen? Wat is jouw expert opinion om scouts tegenover archers? Als Vincent genoeg archers maast, pakt 15 tot 20 of zo. Mm-hmm. Dan kan hij die scouts met gemak one-shotten. Maar als hij er gewoon per 5 zou sturen ofzo, dan had hij veel succes hebben denk ik met de raids. Hoeveel zijn al weg? 4. Ik zet er gewoon minstens op 5 weg. Ja, zeker weten. Hier gaat niet zoveel kunnen doen, ervan uitgaan dat de vijand iets doet. Interessant is, Casper gaat dubbel stable, dat is wel vrij heftig, denk ik. Hij heeft er wel de farms voor, dus. Hij is goed aan het farmen. Ja, ja de melk in de deel kan laten. Ja, maar hij staat wel weer goud aan het verzamelen, wat ik dan wel vreemd vind als het toch voor 2 stables gaat. Ja, want daar heb je echt veel goed aan nodig om 2 stables van Sky te kunnen. Oh, vindt het even wel pech. Trekt een wolf aan, plus de full wrath van de scouts. De scouts vallen wel helemaal niet ja, aan. Ja, de scouts raken niet echt erbij. Alles is een beetje overal aan het lopen. Ja, zeker als je hartjes niet zo vertrappen. Ja, dat hebben ze zeker gemaakt. Dat is onze geen schijnbare kans. En is nu alles kwijt, heel van het leger. En like, geen schade gedaan aan deze scouts. En Vincent heeft geen leger momenteel. Hij heeft 2 military units. Ik zie achter hem niet zitten verder macro. Oh, hola. Scouts zijn ondertussen zelfs nog na heel het gedoe hier met die archers, waren er toch nog 2 ontsnapt om hier rond te komen reden. Hij is al 2 villagers scout. Best wel damage gedaan. Geen reactie. Geen spier. De spier stond heel dat. Ja, 1 is ook niet genoeg voor u als scouts. Nee, het is een vrij grote massa eigenlijk al. Zou je nog meer scouts maken dan deze? Als hij full scouts gaat, wel ja. Maar heeft hij bloodlines eigenlijk? Nee, nog niet. 45 HP. Ik zou tegen een paar spears te lopen, maar... Deze scouts, 3 scouts kwijt, 4. Ik ga naar het goud gaan. Ondertussen vindt het ook overgeschakeld op scouts. Ook 2 stables. Ja. Dan lijkt me een beetje... Overdreven paniek. Ja. Dan zou ik eerder eens gemerkt van oké, de artjes zijn gefaald. Gewoon wat spears maken, zorgen dat die resources veilig zijn. En gewoon castle gaan. En als je artjes hebt, dan kun je even goed nog kapelle artjes gaan. Ja. Nu heeft hij beide. Nu heeft hij heel veel wood verspild aan die 2 stables. Ja, als hem. Oh ja, te zeggen dat ze het gebruiken, anders heeft hij heel veel wood verspild aan de artjes. Ja. Fletching ook wel en Casper gaat naar Castle Edge. Ja. Dus waarschijnlijk gaan we een knight zien binnenkort. Dat is het logische gevolg, want hij enkel 2. Kan ook barracks gaan, maar als ik er niet van in. Idle villagers, ik weet niet wat die van plan was vandaag. Je kunt zien 3 idle villagers voor Casper en 2 voor Vincent. Heeft hij zijn blacksmith upgrade al genomen van zijn paarden? Hij is niet fletching bezig, wat ik niet per se zou zien als hoge prioriteit. Tenzij dat je zo voor je towncenter range, maar zo,
Ja, geeft niet aan towncenters, enkel aan torens. Ja. Geen towncenters? Enkel torens, kastelen en archers. Oké. Okay. Ook geen attack van de towncenters? Attack, dat weet ik niet, dat ken ik wel. Een reading van... Vincent, maar niks geen aan, effect. Ja. Ertussen hier ook zo nog wel legeren bestaan. Dus een klein gevechtje op de... Ja, het zijn scouts. Die is die scouts gevolgd. Wel veel blauwe scouts doodgegaan precies. Er blijft niet veel... Het zijn zelfs schaap. Er blijft eigenlijk bijna niks meer over van Casper zijn oorspronkelijke leger. Wat deed eigenlijk best wel... 23 was. Ik bedoel, best wel veel scouts. Maar er veel slechte engagements gekozen waarschijnlijk tegen die spears. Ja. Het is wel minder erg als je dacht, want die heeft wel uiteindelijk 10 villagers voorkomen. Dus ja. Die zijn economie sowieso een pak beter. Oh ja, en het feit dat hij ook al in Castle zit en Vincent nu pas heeft gekregen naar Castle en daarvoor resources heeft moeten kopen van de market. Inderdaad. Wat? Ja, market zo vroeg. Ik kan wel helpen bijvoorbeeld voor Casper, want hij heeft nu al 1300 food. Ja, omdat hij had een zeer goede food economy voor zijn scout. Is niet naar Knights overgegaan, merkt dan ineens, ah, goud is een bottleneck. Niet voldoende goud om constant Knights te maken. Beide stables zijn idle momenteel. Ik heb genoeg grondstoffen om een extra Knights te maken. Ondertussen wel, maar waarschijnlijk was dat het probleem. Is dat daarom de stables nu gestopt. Gaat ook archer ranges bij maken, dus gaat ook mixen. Nou, ik weet niet of dat zijn economie daarvoor geschikt is. Aangezien hij heel weinig wood en gold heeft. Mm-hmm. Heel veel eco upgrades voor Vincent, maar wel vrij laat, want hij is net castle gegaan en hij ook pas net double pitax. Ja, meestal doe je double pitax en horsecolor direct wanneer je in feudal age zit. Ja. Dat zijn van die, vrij, zijn van die essentiële basic eco upgrades die meteen loopt. Ja, dat is 10% verschil, dus dat scheelt toch wel veel. Zo, Casper gaat hier voor een blend van Knight en Cavalry Archers. Dat is niet echt een slecht idee, want gezien Vincent ook Spearman heeft, kunnen die Cavalry Archers gewoon die Spearman één voor één afmaken. Zonder dat die Knights te veel schade krijgen. Towncenter gaat omhoog voor Vincent, die is te delen. Ja, heeft Casper al. Ja, Casper zijn tweede stand ook al op de woodline. Dan denk ik Vincent pakt hier ook mee het goud. Wat een vrij awkward goud was, dat heb ik juist gezegd. Dus Towncenter gaat wel helpen met de D. Ik vind het een goede Towncenter. Inderdaad. Ja, als... Ik weet niet of deze heel een probleem vormt, anders zou je eventueel nog iets meer tegen de hout hebben gezet. Op zich kan hij eigenlijk gewoon twee stukjes palisade aan een muur zetten tegen die rand. Omdat die... Ja, maar het is ook vooral om gewoon om direct ook een goud te hebben. Meestal maak ik dan gewoon een lumbercamp extra. Ook al is dat alleen die 3-4 vakjes extra landen, dat maakt wel veel verschil. Dus. Ja. Hij heeft een derde towncenter, dus hij is momenteel vrij goed aan het poweren qua eco. Terwijl het Casper-leger er juist aankomt. Ik ben benieuwd of hij vindt dat hij er klaar gaat zijn. Want het is vrij threatening en ik denk het enige wat hij heeft is een paar spears. Ja, hier drie, nee vijf. Vijf spears die absoluut neergemaaid gaan worden. Het is wel echt geen military, dus hij heeft waarschijnlijk ergens een verspraat leger. Hier in de rechterflank. Maar op zich, hier staan twee towncenters, dus we zijn al wel vrij goed verdedigd. En tegen hier is niks. En daar komen we af. Hey. Lijkt nog wat villager kills. De villager discrepancy is nog altijd vrij groot. Wordt alleen maar groter. En de rate blijft doorgaan. Ik vermoed dat die knights al armor hebben. Dan mag je al veel laat voor towncenter fights. Ja. En bloodlines. De vuurwatjes hebben we Potkin? Ja, Potkin Arrow. Maar niks voor Arrow. Geen nodige. Maar als ze nu gevallen worden, hebben ze ook geen armor meer. Ja. Nog meer spears, maar... Hij keert terug. Vraag is vooral waarom.
Jasper heeft wel enorm veel grondstoffen. Die kan nu eigenlijk al naar Imperial gaan als ze hem niet zou willen. Ja, inderdaad. De macro tijdens het micro van de raid is een beetje geslipt, maar ik keer dan terug om te hergroeperen. Ja, ik denk dat hem nu gewoon zijn economie bijna voor het kader, sorry. Dus we verwachten elk moment keiveel researches en ineens van alles bouwen overal. Ik heb een downcenter eens gehoord. Ja. De derde zeker? Dit is het... Ja, de derde. Het tuincenter. Dus qua tuincenter staat er een beetje achter Vincent. Allee, dit is nu gelijk, maar... uiteindelijk, Village of Population is nog altijd zwaar in het voordeel van Casper. Hier een forward van Siege Workshops en Archer Ranges. Ik denk niet dat Vincent dat ziet. Dus je moet gaan zien in een line of sight. Nee, ziet niks. Volledig. Onwetend over wat aan te wachten staat. Zie, kijk, nu zit hem ook hier hout in neer, maar dit is wel een serieuze afstand om te lopen. Ja, ik zou altijd een lumbercamp in het plaats. En trouwens, een tip als je schrik hebt voordat iemand je forward, is gewoon dat je met een gebouw bouwt. En dan met je muis hovert over zo die fog of war. En als je dan merkt dat je daar niet over kunt bouwen, dat betekent dat er een vijandig manneken of vijandig bouw is. Aan het gebouw overstaat, dus dat je geforward wordt. Dus gewoon dat je je gebouw nog niet aan het bouwen bent, maar dat je op je gebouw hebt geklikt en dat je dan kunt hoveren over die fog of war. Forward University van Casper. Het is interessante techniek. Maar op zich, hij houdt zo'n veeltjes wel bezig. Geen idle time. Zou je nu ook gewoon hout kunnen nemen, of goud, waarom niet? Oh. Aanval wel binnen, maar wordt toch begroet door een groot aantal van US Knights en Spears, wat nu wel bij de kant is voor Knights. Wat ik heb wel een backup. We kijken naar de upgrades van Vincent. Dus de attack upgrade, 2 armor en Bloodlines. Omgekeerd. 2 attack en 1 armor. En Bloodlines bij Casper. Nu ondertussen stuurt hij zijn forward ook voor, maar dit is volledig onbeschermde siege. Jammer. Weer weggooien eigenlijk. Inderdaad. Extra stables worden gebruikt door Vincent. Het lijkt misschien dat hem ook wat resources aan het floaten is. Oh, een aantal verzameld. Ja, dat is een aantal. Dit is wat dat is. Weg. Maar dit is even duidelijk voor heel 2 towncenters hier op vuren. Ja. Plus meer armor upgrades, dus zijn knights zijn een beetje tankier. Ook al heeft hij 2 attack upgrades, dan nog. Ik zou eigenlijk hebben gewacht tot hij in Imperial zat en dan cavalier zou upgraden met de extra horse armor. Maar nu is hij eigenlijk zo een beetje weggegooid. Dit was een zeer slechte engagement. Ja. En nu een paar onbewaakte crossbowmen die er zo wat staan te staan. We worden ook opgeruimd door de knights. Heel veel leger aan het niet. Ik snap wel niet waarom dat een crossbowman heeft gemaakt daar. En niet cavalry archers. Niet te reden toe. Het zal voor altijd een mysterie blijven. Ondertussen komen er ook wel pijken bij als reactie op de crossbowmen met de knights. Counter Siege Workshops van Vincent, dat is ook een goede reactie. Als je Siege Workshops ziet, dan is het van, ik wil ook Siege, want ja, die zo wat tegen elkaar botsen, of het rammen zijn. In het geval van Mangrel, het is wel Mangrel micro uitvoeren. Building a castle, waar gaat Casper een kasteel zitten? Recht op de frontlinies, zeer agressief castle, vind ik wel fijn. Tussen wat Stray Knights die niet werden opgemerkt als een niet was. Ja, het is toch 6-7 of zo. Aantal filmpjes kunnen afmaken. Ondertussen de engagement hier bij de volgende. Ja, wat kunnen we zeggen? Filmpje count is nog wel dat een groot verschil. Alleen maar groter geworden. Ja, 30 villagers is vrij significant. En op lange termijn gaat dat natuurlijk Casper geven. Omdat hij gewoon. Ook al heeft hij er wel 15 meer idols staan, dus van die 30 is er 15 ook niks aan het doen. Dat terzijde.
inderdaad. Dat is wat het doel. Maar dat zal die townsend eruit gaan, dan al die gedaan. Ja, zitten er gewoon nog allemaal binnen. Terwijl de Knights ondertussen gewoon zijn bijna gelopen, like, perfect is. Je hebt de economy volledig gestort en dan gewoon weggegaan. Hier al deze villagers ook. Er zijn 15 erin. Nog wel extra die daar zo wat onder staan. Een paar of zo. Ja, de werkende economie is even groot. Ja. 50 tegenover. Dus deze paar Knights hebben eigenlijk een super raid, echt heel erg. Al dit staat ook allemaal stil. Dus Casper moet zeker wat letten op ze maken tussendoor. Ondertussen, Vincent zelf heeft geen echte resources voor overschot. Wat spijtig is, want er wordt best wel hard aan zijn beer. Hij is een tweede kasteel bouwen. Ja, dat is waar. Ik vermoed een soort defensive castle van Casper. Ja, inderdaad. En het kasteel van. Vincent is ook een defensief. Deze linie heeft daar ook gegeven en die probeert bij gewoon te nemen. Hij is daar wel niet aan het bouwen. Nee, nogthans zijn vrij veel villagers hier. Oh, ja, nu zou ik het maar ook zo gaan bouwen. Weinig reactie op deze stroom van niets. Tarkin, altijd fijn om te zien. Dat hebben. Nochtans, hij blijft goed bezig met reden, maar reden is nu niet geen wat hij wil doen wanneer dat hij de helft van zijn baas kan verliezen. Ja, ik zie daar ook aan zijn villager kan. Ja, dat castle omhoog raken, dat wel. Ik wil dus hier worden opgevangen als wel. Nu wel geen murder holes. Hij heeft geen leger om dat te beschermen, dat ja, veel. Dus iedereen kan er gewoon prettig komen onderstaan en dan. Ik heb alles in de tijd dat ik niet over. Villager. Ja. Deze man. Hij stelt een kasteel nu aan het repareren. Dat is wel praktisch. Hij staat toch iets langer staan. Ja. Tussen. Zijn units in zijn fijn. Ik denk wel dat hem door zijn beste resources heen is. Ja, hij heeft, ook, hij heeft gewoon geen resources om te reageren en hij heeft gewoon een boel. En de GG. Ja. Het is ook een vrij hoopvolle situatie ondertussen. We zijn op het eind van de game. Welke was deze? Loser Bracket 3? Ja, Loser Bracket onder 3. Tussen Vincent en Casper. Ja, conclusies van deze game. Vincent heeft heel goed volgehouden. Maar Casper zijn agressie was toch wel vrij constant. Casper was al vanaf in het begin al een kleine voorsprong. Dus ja. Ja. Had hij nooit meer weggegeven. Dus kwam nooit echt in de problemen ook niet. Hm. Hij had altijd meer villagers. Dus ja, eigenlijk wel een logische uitslag aan je basis van het spel. Inderdaad. Vincent heeft hier ondertussen een mooie raid gedaan tussendoor. Het ervoor gezorgd dat Casper zijn economie volledig stilgevallen was op een bepaald punt. Maar dat helpt niet wanneer dat dit in je basis staat. Nee, wanneer hij zelf geen betere economie heeft. Heeft ja, is dus ja, minder efficiënt. Oké. Okay. Lijkt me prima voor een eerste game. Gaan we door naar de volgende. Alright. Misschien ook ja, de achievements. Even achievements. Maar ik denk dat dat al vrij duidelijk is. Ja. Dus wat hebben we hier? Military is al vrij dichtbij. Ja. Zoals we zien, de KD ratio is bijna 1 op 1. Dat is wel opvallend. Dubbel zoveel army van Casper. Veel meer op het veld te kunnen houden. Dan de economie is natuurlijk het groot opvallende punt. Hè. Dubbel zoveel hout. Bijna ja, met een vierde zoveel meer food. Dubbel zoveel stenen. Nou ja, dubbel. Dat kun je niet. En dan ook 3000 extra goud, dat ook best wel relevant is. Ja, een research count. Veel meer upgrades. Upgrades make. Dan bijna 100 villagers, net niet. Net niet. Net niet, dat is eigenlijk al spijtig. Dan kom je zo bij de statistics en zo. Ah, geen 100 villagers.
Maar toch goed op weg. Dus, goeie gewoon. Oké. Okay. Ja, terwijl Vincent had gewoon nog iets langer moeten wachten met zijn archers in het begin. Voordat hij hem ging aanvallen. Ja. Dat hij nog iets van schade kon doen. Maar nu heeft hij die archers gewoon direct verloren. En ja, dat hij direct al een achterstand. Inderdaad. De overlay. Yay. Game uno.